En dames en heren, daar zijn we dan. De Audi TT. En hier heb ik op de een of andere manier zo lang op gewacht. Ik heb zoveel verschillende dingen gezien op Inde over de nieuwe Audi TT, de nieuwe TTS en de nieuwe TT RS. En vandaag is het eindelijk zover. We zijn op pad. De Audi TT. Ja, dames en heren, een hele goede morgen en super tof dat jullie weer kijken naar mijn kanaal. En vandaag zijn we hier in Aalsmeer, inclusief de zon en de auto met een open dak. Dames en heren, ik neem jullie mee, de Audi TT. Dit is niet de TTS, niet de TT RS. Dit is de Audi TT Proline met een volledig S-pakket. Twee mooie uitlaten eronder. Kleur is Daytona grijs. En deze auto, alles wat je nodig hebt erop en eraan, automaat. De perfecte Audi velgen, 220 pk. Ja, en met dit mooie weer rijden natuurlijk een cabrio. Dus dat gaan we vandaag doen. Ik neem jullie mee, dames en heren. Nieuw op Nederlands platen, deze auto, 85.000 euro. En dan vraag ik natuurlijk af, 85.000 euro voor een Audi TT? Is dat het waar? Nou, ik denk dat we daar vandaag achter gaan komen. Maar, iets veel leukers. Deze auto, 8500 kilometer op de teller. Bij deze baarse, 55.000 euro. Ik voel me helemaal thuis in deze auto. Ah, klinkt ook nog wel lekker, hè? Gordel onderdoen blijft best wel lastig. Deze stoelen zijn ook top, jongens. Die zitten echt helemaal perfect. Spoilertje omhoog natuurlijk. Ja, is dit nou een auto waar je boodschappen mee gaat halen? Dan denk ik niet. Maar toch, het kan makkelijk. Het kan makkelijk. De kofferbak, nu zitten er wat spulletjes in. En je hebt gewoon nog ruimte zat. Ruimte zat in deze auto. En nu dit. Wauw, dat had ik ook niet verwacht. Wat een auto is dit, hé. Je betaalt niet de hoofdprijs, zoals je bij een supercar betaalt. En ik moet heel eerlijk zeggen, misschien hou je hier meer beleving uit dan uit de supercar. Een supercar is natuurlijk gemaakt om hard, alles perfect. Het gaat gewoon, het gaat als een jekko op een rechte lijn. Dit is veel speelser. Ondanks dat Quattro natuurlijk wat gewoon ingrijpt waar het nodig is. Het gaat als een trein van zijn plek nog steeds. Maar het is lekker speels. En dan hoor je net die tunnel, jongens. En dan denk je van, nou, nah, wat is dit nou? Dit gaat helemaal nergens over. Ja, iedereen had wel gelijk, hoor. Die nieuwe TT, dat is echt wel een pareltje wat onderschat wordt. Ah, dit vind ik wel heel erg leuk, jongens. Dit vind ik ook wel heel erg sexy. Zeker als het zomer is natuurlijk. Beeld je even in. Met deze auto. Shut up. Met deze auto. Door de berg in Italië. In Frankrijk. Ja, dat maak je mij heel erg blij mee, hoor. Onwijs comfortabel. Dit zijn natuurlijk niet de echte race seats. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ik denk ook niet dat je die kan krijgen in een TT. Uiteraard wel in de TT RS. Ja, deze auto is best wel heel erg compleet. Wil ik eraan toevoegen eigenlijk. Zo hebben we uiteraard cruise control. 19 inch lichtmetalen velgen. Ja, dat hoort toch wel onder een beetje een sportauto.
Navigatie uiteraard en die virtual cockpit, dat is jongens. Dat is zo vet in Audi. Echt, ik blijf er maar bij spelen. Iedere keer het in- en uitzoomen, nou dat is echt... Eigenlijk slaat het nergens op, maar het is toch zo leuk dat je het blijft doen. Statistiek over de motor natuurlijk. 390 Nm koppel. Je zit in 5,9 seconden in de 100. En dat doet hij eigenlijk met een 225 pk motortje. Nou, dat klinkt ook wel leuk voor een golfje. En deze auto is begrensd op 250 km per uur. Ja, dat is toch wel leuk voor een sportautootje. Uiteraard kon dus mijn stoelverwarming, maar aangezien dat ik een cabrio is, oftewel een roadster, heb je ook dus die nekverwarming. Heerlijk jongens. Mocht je het je afvragen, het is op het moment 3 graden buiten. Ik denk als je je kop uit het raam steekt, vriest hij eraf. Maar met dit, verwarming aan, stoelverwarming aan, nekverwarming aan. Je bent er. En ik had echt mijn twijfels over deze auto. De vorige TT was ik, nope, niet voor mij. Ik vind het helemaal niks, veel te rond. Maar deze ziet er een stuk sportiever, een stuk strakker uit. En dat is wel een prima donna voor Audi. En die versnellingsbak trouwens, hè? Ik zet het eventjes snel in handmatig. Die schakelt zo snel. Ding. En je knipt hem met je ogen en je zit er al. Als je de S-tronic versnellingsbak één tikje naar rechts heeft, gaat hij naar handmatig. Dan zou ik er één keer terug en dan hoor je hem gewoon al. Dat gaat zo snel. Echt, je kan niet met je ogen knipperen of je zit er al. Maar hier, dit is helemaal leuk. Als je mij de vraag stelt, Sam, waar zou jij dit nou mee vergelijken? Nou, ik ga het natuurlijk niet vergelijken met die GTR, waar ik een paar keer in heb gereden. Nee, dit is de eerste auto die ik dan heb gereden natuurlijk. De Mazda MX-5. Dat was een iets kleinere auto, een sportauto. Reed heerlijk sportief, lekker speels. Maar dan is dit natuurlijk net ietsje serieuzer. Je zit net ietsjes meer vermogen in. En quattro. En jongens. Dit is zo vet. Ik ben in zijn auto ingestapt met geen idee wat ik kon verwachten. En dan hoor je dit. Dan hoor je dat geluid. Dan heb je die onwijs snelle versnellingsbak. Dan heb je die rijbeleving nog. En dan kijk je niet meteen naar tonnen. Tonnen aan euro's. En natuurlijk, 55.000 euro is een hoop geld voor de auto. Maar dit is toch wel echt waar voor je geld. Echt waar. Helaas komt er bijna alle mooie dingen een einde. En ja, ook deze auto moet ik helaas weer inleveren. Dus ik ben bijna bij Jezus Baarzen. Ik ga de auto op zijn plek zetten. En dan spreek ik hem zo. Ja, zoals ik al eerder zei, helaas komt hier ook een einde aan. Maar wat een beleving jongens, deze auto. Dit is echt op en top genieten. Dames en heren, ik wil jullie heel erg bedanken. Ook Jason Baars heel erg bedanken. Alle details voor deze auto en hun pagina's in de beschrijving uiteraard. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie heel snel.